Jullie zetten dit er toch wel bij op, hè? Dit. Ja. Zonder puntjes? Ja. Zonder puntjes. Ah, Münster is ook zonder puntjes? Ja, dat is ook. Nou, laat ik vooral zeggen dat ik hem niet gemaakt heb, maar dat hij opnieuw geschilderd is. En toen hij hier binnenkwam, richtten alle ogen zich op mij, omdat ik 40 jaar als professie docent bouwtechniek schilderen ben geweest aan het Piëstien in Almelo. Reden te meer om dat mij toe te bedelen. Ik kreeg 2 blussen verf, rood en goud, dus daar moest ik het mee doen. Ja. Dus eigenlijk een beetje, we hadden hem eerst roze willen hebben, maar dat deden we Sinterklaas niet aan. Nee. Op het moment dat hij met de boot Almelo binnenkomt varen, dan is de stoel voor hem, staat hij klaar. Dus, Almelo Events is op de Slingerbeurs geweest en heeft op de Slingerbeurs een aantal partijen aangetroffen, waaronder het Repair Café uit Almelo. En wij hebben de vraag gesteld, kunnen jullie die versleten stoel die we hadden van Sinterklaas, kunnen jullie die repareren en kunnen jullie die opknappen? En zij hebben dat aanbod aangenomen en daar zijn we heel, heel erg blij mee. Sinterklaas zit niet in zomaar een stoel, die zit in een zetel. En die zal zeker op 17 november, als Sinterklaas in Almelo aankomt, zal die een prominente plaats krijgen op de Koornmarkt. En vervolgens gaat hij naar het Sinterklaashuis, want daar hoort hij. En het Sinterklaashuis, waar is dat dit jaar? Dat is dit jaar in het voormalige pand van Fotoboom, dus dat is naast het terras van het Wetshuis. Daar zit Sinterklaas gedurende de periode van 17 november tot 5 december. Het probleem was dat er veel beschadigingen waren aan de stoel, met name aan de poten. Dus ik denk dat iemand aan de poten van de stoel van Sinterklaas heeft gezaagd. Dat hebben we allemaal mooi recht weten te maken. Plamuren, gronden, voorlakken, aflakken. En de stoffering natuurlijk, hè. Goud. Sinterklaas verdient niet minder. En voor de Zwarte Pieten, is daar ook op gerekend voor een stoel voor hun? Nou, die Zwarte Pieten die zijn allemaal in beweging. Hè. We hebben allerlei soorten pieten. De acropieten, we hebben de gympieten, we hebben de strooipieten. En we hebben dit jaar voor het eerst de glutenpieten. Want die gaan glutenvrije pepernoten uitreiken aan kinderen die dat duidelijk maken van ik moet glutenvrij zijn. Juist. En die Zwarte Pieten, wat voor een kleur kunnen wij verwachten? Die worden niet geschilderd door het Repair Café hoor. Die Zwarte Pieten zijn gewoon zwart zoals we dat gewend zijn. Donkerbruin zwart. En dat zijn de 140 dit jaar. Albert Somen, u bent voorzitter van de Goudvink. Klopt, volvereniging de Goudvink, hier in Almelo. Wat is hier aan de hand? Ja, we hebben onze jaarlijkse vogeltentoonstelling voor de eigen leden. Eigenlijk een voorloper voor de districtsentoonstelling en de wereldkampioenschappen in januari in Zwolle. Dit organiseren we dus elk jaar. Dit jaar hebben we 42 deelnemers, 500 vogels bij elkaar gebracht. De vogels worden beoordeeld, dat is afgelopen dinsdag gebeurd door speciaal opgeleide keurmeesters. En er zijn natuurlijk prijzen uitgedeeld in de diverse soorten. Nou, aan de hand van de prijzen, maar ook de punten die vogels krijgen van de keurmeesters, gaan mensen hun kweekselectie toepassen. Maar ook kijken van waar kunnen de vogels nog meer, naar welke tentoonstelling kunnen ze nog meer gaan en is dat de moeite waard? Nou, wij hopen natuurlijk dat een aantal van onze leden in januari naar de wereldshow gaan in Zwolle. En gouden, zilveren en bronzen plakken gaan binnenslepen voor onze vereniging. Wat zijn de kansen volgens de keurmeesters? Nou, de kansen zijn wel groot. Maar we zijn natuurlijk altijd afhankelijk van wat andere mensen insturen. Maar we hebben goede kwaliteit vogels zitten op deze tentoonstelling. En in allerlei soorten en maten. En ja, dat is eigenlijk al jaren zo. Dus we hebben wel een goed vertrouwen. Heeft Almelo een beetje naam in de vogelwereld? Almelo heeft zeker een naam in de vogelwereld. Ten eerste omdat wij een van de grootste van de district Overijssel zijn. Daarnaast omdat we een aantal bestuurders hebben geleverd in het district. Maar ook landelijk gezien. Ik ben zelf in het landelijk bestuur actief. En onze vogels doen het heel erg goed op tentoonstellingen. Ja. Wat kost een vogel? Ja, dat ligt een beetje aan welke soort vogel het is. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Een zebravink van 10 euro. Maar misschien ook wel een papegaai die een paar honderd euro kost. Die zitten hier niet vandaag. Want anders zouden mensen misschien kunnen denken van hey, dan zitten ze daar ook op de show. Dat is dus niet het geval. Maar het is maar net wat de liefhebber ervoor over heeft. En wat hij kan besteden aan vogels. Dat is het mooie van deze hobby.
zag net hele kleine vogeltjes uit Indonesië. Schitterend mooi van kleur. Die lijken mij knetterduur. Nou, de prijzen vallen wel mee. Doordat er een export- en importverbod is op dit soort vogels, worden ze niet meer geïmporteerd. Dat betekent dat kwekers ze zelf moeten kweken en daarmee, als dat een succes is, dalen ook de prijzen. Op dit moment worden voor die vogels die u in gedachten heeft nog wel wat geld betaald. Ik hoor prijzen van 300-400 euro. Dat zou kunnen. Jong leren eten heet het programma dat kinderen en jongeren gezonde en duurzame keuzes wil leren maken. In het Naturus kwamen voedseleducatieaanbieders uit de gezondheids-, NME- en agrarische sector bij elkaar om het programma te bespreken en te kijken wat ze voor elkaar konden betekenen. Jong leren eten is een programma waarin Rijk, provincies, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties samenwerken om kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar meer structureel in aanraking te brengen met zowel gezonde als duurzame voeding. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Omdat te weinig kinderen de aanbevelen hoeveelheid groenten per dag eten, fruit. Er is steeds meer overgewicht en ook heel belangrijk, ze weten helemaal niet meer goed waar het eten vandaan komt, hoe het groeit, hoe je het moet verwerken, hoe je het moet bereiden, hoe je goed kunt koken. Doppetjes komen uit blik, hè? Inderdaad, en melk komt uit de supermarkt. Niet uit de koe. Nee. Boeren willen wel graag mensen op hun erf hebben en uitleggen wat ze doen. Ja, dat wordt natuurlijk steeds belangrijker. Boeren moeten steeds meer gaan vertellen wat ze doen. Omdat er, in de tijd dat ik als kind opgroeide, was een boerderij vaak gemengd, veel kleinschaliger. Veel meer boeren met veel meer boerenkinderen. Dus je kwam altijd wel een keer op een boerderij. Inmiddels is dat niet meer zo. Het aantal boeren is natuurlijk sterk gedaald. De boerderijen zijn veel groter, meer gesloten. En mensen weten dus gek genoeg en jammer genoeg heel weinig nog over waar ons voedsel vandaan komt. En het begint met waardering en kennis. En pas dan heb je ook geld over voor goed voedsel en ga je er veel meer van houden. Nou, je hebt verschillende voedseleducatieaanbieders uit verschillende sectoren. Je hebt de agrarische sector met educatieboeren. Je hebt de natuur- en milieueducatiesector die met voedsel op scholen komt. Je hebt ook de gezondheidssector. Die werken allemaal langs elkaar heen als het om de scholen gaat. Dus die proberen wij vandaag te verbinden met allemaal lokale partijen om te kijken hoe ze meer gezamenlijk kunnen samenwerken en hoe ze gezamenlijk de witte vlekken hier kunnen oplossen. Vandaag is de subsidieregeling opengegaan voor scholen en kinderopvang, waarbij zij financiën kunnen aanvragen voor leuke activiteiten, ervaringsactiviteiten op het gebied van voedsel. Dus een moestuin, op bezoek bij een educatieboer, kooklessen, een gastles van een diëtist. Dus dat soort dingen kun je bedenken. Daar kunnen scholen en kinderopvang financiën aanvragen. Informatie staat op www.jonglereneten.nl. Ja. En scholen is natuurlijk niet alleen BSO en basisscholen, maar ook? Ook voortgezet onderwijs en mbo. De Almeloze Wandelkring die bestaat al 65 jaar. Jannie Steging, kun jij vertellen hoe jij daartoe gekomen bent om bij die wandelclub te gaan? Nou, van oorsprong waren er allemaal wandelverenigingen. Ik was bij de Vlierenfluiters, Martin was bijvoorbeeld bij Ons Genoegen. Die wandeltochten verdwenen langzaam. En toen hebben de diehards hebben gezegd, ja, maar er moeten wel wandeltochten blijven in Almelo. In februari beginnen we in Holten, ook een mooie tocht natuurlijk. In april hebben we een tocht in Reutem. In november hebben we dan een tocht in Bornebroek. En zaterdags voor de kerst hebben we een tocht in Nijverdal. Ik heb begrepen dat er sinds kort nieuwe mensen in het bestuur zijn gekomen. Kun je daar iets over zeggen? Ja, we hebben een nieuwe secretaris, een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester. Zijn dat jongere mensen? Ja, het zijn vooral jongere mensen. We hopen natuurlijk dat er nog meer jongeren komen. Dus je zijn wel erg blij met die jonge mensen in het bestuur? Ja hoor, daar zijn we erg blij mee, denk ik. Ook voor de toekomst. Ik ben de nieuwe penningmeester van de Almeloze Wandelkring. En ik heb de taken overgenomen van Jannie. En Jannie was al meer dan 20 jaar penningmeester van de Almeloze Wandelkring. Ik ben denk ik nu 2 jaar lid van de Almeloze Wandelkring. En gaandeweg heb ik mijn taken opgepakt als penningmeester. En dat is dus niet ter ere van het jubileum. Maar ik vind het wel supermooi om het jubileum mee te mogen maken. Wij willen als vereniging, wandelvereniging, ook het wandelen
op de kaart gaan zetten. Dat het niet alleen maar voor ouderen is, maar wandelen is voor alle leeftijden. En of je dan 18 bent of 65 of 80, wandelen kan iedereen. Het enige wat je nodig hebt is een paar wandelschoenen. Ik ben Carola Rechts en ik ben sinds dit jaar secretaris van de Almeloze Wandelkring. Wat houdt dat in? Dat ik van allerlei taken doe voor de club. Als secretariële dingen, routes bedrukken, vergunningen regelen en alle andere zaken. Hey, hoeveel uren besteed je daaraan? Al met al een paar uren in de week. Ik hou ook de website bij en we hebben ook nog een Facebookpagina die bijgehouden wordt. En andere social media kosten wat meer tijd. En verder hebben we 4 tochten per jaar. En in aanloop naar die tochten, dan kost het wat meer tijd in de week. Je deelt ook even mee in de vreugde van het 65-jarig bestaan? Want vandaag bijvoorbeeld delen we ook cadeautjes uit. Dus ja, het is hartstikke leuk om mee te delen in die feestvreugde. Hoe is de opkomst? Druk. Ja, er zijn veel wandelaars overal vandaan. Al mensen uit Hoorn gezien. En er komt nog een bus uit Enkhuizen straks. Hebben die zich vooraf ingeschreven? En die hebben zich gemeld bij mij, ja. Die hebben een berichtje gestuurd dat ze komen met een bus vol. Dat is ook wel handig om te weten, want we moeten die bus natuurlijk ook kwijt kunnen. En dan weten we dat ook op de locatie, ja. Maar verder is het maar net wie er komt, of niet? Ja, klopt. Maar het is toch heel vaak een vaste groep aan wandelaars die al die tochten afgaan. Dus die je dan ook elke keer weer ziet. Ik zag net een groep mensen met een stel boekjes waar een stempel in kwam. Wat is dat voor iets? Voor elke tocht die je loopt kun je een stempel krijgen en dan kun je je kilometers bijhouden. En als je een bepaald aantal kilometers hebt, dan kun je daar weer een medaille voor kopen. En ja, wandelaars zijn ook wel verzamelaars, dus die vinden dat leuk om bij te houden. Samen met kunstenares Maria Rol ontwierp kunstenaar Hans Vijgen in 1981 een decoratief patroon van calligrafische tekens, uitgevoerd in frisse blauwe en gele kleuren.